Dit is Marijke de Vos. Marijke heeft al heel wat ervaring in de traditionele zorgsector, maar koos 3 jaar geleden om via het PAB-systeem het persoonlijk assistentiebudget mensen te gaan bijstaan. Ja, eigenlijk. Ik heb al een heel stuk de zorgsector doorlopen en heb zelf al wat moeten inboeten aan gezondheid en zit met een redelijk zwakke rug, waardoor ik dus ook moet gaan zoeken naar werk op maat. Via het PAB-budget kan Marijke een flexibel werkschema opstellen waarbij ze haar PAB-houders de nodige ondersteuning op maat kan aanbieden. Bij de ene werkgever was dat meer de huishoudelijke taken, de gewone was, plas en poets en koken, helpen bij de boodschappen. Bij de andere werkgever is dat totaal anders. Gaat dat van eten geven tot plassen, tot persoonlijke zaken als scheren en tanden poetsen en kleine verzorgingen. Dan uiteindelijk het helpen typen bij eigenlijk secretariaatswerk. Het komt erop neer dat je de zaken gaat doen die de mens met een beperking niet kan. En dat kan van alles zijn. En daarom is het ook zo belangrijk dat je zelf kan kiezen welke persoon op welke plaats je wil. Het is niet alleen een andere manier van werken. De betaling verloopt ook anders. Het is de persoon met een handicap die Marijke inhuurt als persoonlijk assistent en haar dus ook betaalt en desnoods ontslaat. Dit is even wennen, maar Marijke blijft enthousiast. Ja, ik doe dingen die ik nooit zou gedaan hebben. Ik ga naar een bibliotheek, ik ga boeken ontlenen, ik ga 's avonds naar meetings. Gewoon om het persoonlijk comfort van mijn werkgever te verzekeren. Ik ga op uitstap. Dat is niet te vergelijken met mijn werk in de verzorgingsinstelling. We zijn naar Ann aan het gaan. Ann woont zelfstandig en ze is deels rolstoelgebonden door ziekte. En we gaan eens kijken hoe ze stelt met haar 2 maanden zelfstandig wonen. Is het goed zo? Ja. Allee, vooruit. En wat gaan we nu doen? Mijn bed zou nog moeten opgemaakt worden, mijn gordijnen open. Ah, ja, eerste, mijn vloer zou nog moeten geveegd worden. Ja. Oké, okay, en dan zien de afwasmachine ook nog. Maar ja? Ik zal het als goed, wel. Ja. Ja. Eerste kamer misschien. Goed. Ann is 27 en woont samen met haar assistentiehond in Waregem. Daar dient een rood-oranje trui rechts. Nee, rechts. Die. Ann heeft jeugdreuma. En die blauw mogen ook mee pakken. En is een van de 1400 Vlamingen die werken met een PAB. Geleidelijk aan zijn al mijn gewrichten beginnen ontsteken en beginnen kapot gaan eigenlijk. Dus ik heb nu 2 knieprotheses, 2 heupprotheses. Mijn voeten zijn al een aantal keren geopereerd. Mijn elleboog is ook kapot, dus die zou ook moeten een prothese krijgen. Maar ja, de elleboogprotheses zijn nog niet goed genoeg om dat nu aan te steken. Dus dat betekent eigenlijk constant pijn. Vermoeidheid. Dus al de taken die mijn assistenten voor mij doen, in principe, in C, kan ik die ook zelf. Maar voor mij vraagt het heel veel inspanning. En voor mij is het echt heel vermoeiend en pijnlijk ook om heel veel dingen te doen. De borden staan links, rechts van de dampkap. Ann studeerde af als vertaler-tolk aan de Universiteit van Gent. En dat is volgens haar dankzij haar PAB. PAB heeft voor mij het verschil betekend om te kunnen blijven studeren in Gent of niet. Dus ik heb heel veel geluk gehad dat ik zo vroeg PAB gekregen heb. Maar het eerste jaar dat ik in Gent zat, had ik nog geen PAB. Het is dan ook een heel zwaar jaar geweest. De studie die ik toen begonnen was ook wel zwaar. Maar omdat ik geen PAB had, heb ik dus alles moeten zelf organiseren. Ik had wel grondbegeleiding, dat was 2 uur in de week. Kwam er iemand van een school mij een beetje helpen, maar 2 uur was dus echt veel te weinig. Dus dat jaar is echt niet gelukt. Het is veel te zwaar geworden, fysiek gezien lukte het echt niet. Toen heb ik in de zomer daarna, dus in de zomer van dat jaar, heb ik gehoord dat ik PAB kreeg. Ben ik beginnen zoeken naar assistenten. Ik ben begonnen opnieuw aan een andere studie met PAB-assistenten en dat was een wereld van verschil. Dus dankzij die assistenten heb ik in Gent kunnen blijven studeren. Die kwamen naar mijn studentenkamer, die hielpen mij bij van alles en nog wat.
Die hielpen bij het overschrijven van cursussen, die hielpen bij het koken, boodschappen doen. Als ik een vrije dag had, dan gingen die weg met mij. Dat was echt... Dat was het verschil tussen kunnen studeren of niet. Maar Rijken is dan ook zeer trots op wat Anne bereikt heeft. Volgens haar ligt de essentie van het PAB erbij dat mensen met een handicap gewoon kunnen meedraaien in onze maatschappij. Het wordt hoog tijd dat we in deze maatschappij aan rekening mee houden dat de mensen met een beperking thuishoren in het gewone leven, zoals wij dat ook hebben. Ze willen wonen in een gewoon huis, ze willen deelnemen aan het onderwijs, in het gewone onderwijs. Ze willen werken in gewone werksituaties. Nu hebben we de laatste jaren een maatschappij gecreëerd waarbij we die mensen gaan afzonderen in speciale woongelegenheden. Ze gaan afzonderen in het buitengewoon onderwijs. Ze gaan afzonderen naar de beschutte werkplaatsen. En daarbij hebben we ons eigenlijk een das omgedaan. Omdat we kennen te weinig de gewone problematiek van een mens met een beperking, waar die vroeger in het gewone leven meedraaiden, waar die in de gewone gezinnen aanwezig waren, waar die in de gewone klassen aanwezig waren, werd automatisch rekening gehouden met een persoon die de deur niet open kreeg of een persoon die zijn jas niet aankreeg. En het was gewoon opgenomen in het gewone leven. En nu hebben we daar twee soorten mensen van gemaakt, waar het eigenlijk om dezelfde mensen gaat, maar de een heeft een rem en de ander niet. Om vlot te kunnen integreren, moet de PAB-gebruiker een sociaal netwerk opbouwen. Dat is een groep van familie, vrienden en kennissen die hen bijstaat tijdens het nemen van belangrijke beslissingen en steun biedt tijdens moeilijke momenten. Dat is ook heel afhankelijk van situatie tot situatie. Sommige budgethouders zijn sterk gedreven in het uitbouwen van een persoonlijk netwerk en hebben daarbij geen hulp nodig. Ja, merci. Anderen, zelf heb ik het ook ervaren, hebben soms wel wat ondersteuning nodig en kan je in sommige situaties echt wel gaan helpen om een netwerk te laten standhouden. Ook gewone sociale netwerken naar vriendschappen toe. Bij mij was dat trouwens een van mijn taken tijdens mijn voorbije periode. Ik zal als voorbeeld geven, bij opname in intensive care had ik een nauwe band met zijn vrienden en zijn omgeving om informatie te laten doorstromen en ook om bezoeken te laten regelen en om afspraken te maken en om de betrokkenheid met elkaar niet te verliezen. Sakke collier. Flink man. Vooruit. In Vlaanderen slaat het PAB-systeem aan. Dat bewijzen de cijfers. Er zijn 1400 PAB-houders en er staan momenteel 3700 mensen op de wachtlijst. In Wallonië is het systeem nog niet voorbij de testfase geraakt. En dat frustreert Marijke. Enkele maanden geleden leerde ze Gia kennen tijdens een bezoek aan een van haar opdrachtgevers. Salut, hoe is het? Ça va? Goed, ça va, ja. Gia is 34 jaar en woont in Wallonië. Sinds zijn derde leidt hij aan een ernstige spierziekte, waardoor hij bijna volledig verlamd geraakte. Met die ziekte, ik kan niet veel doen. Alleen mijn hoofd bewegen, mijn hand een beetje bewegen. Ik moet nog niet klagen, want er zijn nog mensen die zijn meer slecht dan mij. Gia woont bij zijn ouders. Maar om hen een beetje te ontlasten, komt Gia elke maand 1 week naar een voorziening. Ja, ik kom hier voor mij een beetje iets anders zien. Voor niet altijd met mijn ouders zijn. Toen Marijke vertelde over het PAB-systeem, betekent dat voor Gia hoop, want het zou een oplossing bieden voor zijn probleem. Ik wil dat niet mijn leven doen. Altijd hier komen. Het is een goede oplossing, maar met de PAB bestaat een betere oplossing. Met meer vrijheid. Ik wil meer vrijheid. Nu zorgen zijn ouders nog voor hem, maar Gia denkt ook al aan de tijd dat zijn ouders er niet meer voor hem zullen zijn.
als ze een dag mijn ouders niet meer zijn. Ik wil nog in de huis van mijn ouders wonen, want mijn ouders hebben dit huis gebouwd voor mij. En, ik wil genieten van die huis. En, zo, ik kan, het is mogelijk alleen te leven als ik de PAB heb. Gia wil dus graag een PAB. Maar volgens professor Van Hoven is dit systeem nog niet perfect op de maat van Gia. In die zin dat een PAB maar beperkt combineerbaar is met de zorgen die voorzieningen leveren. Als Gia dus in zijn ouderlijk huis wil gaan wonen en toch nog verzorging wil krijgen in een voorziening, dan zou hij moeten kunnen kiezen voor een PGB, een persoonsgebonden budget. Als je het begrip op zich bekijkt, gaat het om een financieringssysteem waarbij dat je een verhaal krijgt van Den Berg en Mohammed. Hè. Van vroeger kregen de mensen pas ondersteuning als ze ergens op een plaats waren waar de experten waren, de specialisten waren. Nu zou het er dus op gaan dat de experten naar de mensen komen of dat de mensen een budget ter beschikking hebben waar ze expertise kunnen mee inkopen. Ik denk dat voor mensen die nu in de sector werken al een aantal jaar of die nu binnenkomen nadat ze opgeleid zijn en ze horen de tamtam van de vernieuwing, dat dat voor een aantal van die mensen heel erg bedreigend overkomt. Vanuit een aantal hoeken wordt er gezwaaid met de boodschap je zult je werk verliezen. Dat is zeer bedreigend. Ik ken geen enkele sector. Neem de automobielsector. Als er daar een productieverandering is, dan zullen er een aantal verschuivingen binnen bedrijven moeten gebeuren. Dus ik kan me voorstellen dat er ook hier in de sector van mensen met een handicap een aantal verschuivingen zullen moeten gebeuren. Toch denk ik dat welk systeem dat je nu ook hanteert, ik denk dat er nog nooit zoveel werk zal geweest zijn. Het is niet omdat je het budget anders schikt dat er geen begeleiders meer nodig zijn. Maar zover is het nog niet. Het PGB wordt, in tegenstelling met onze buurlanden, nog niet gebruikt in België. Toch is Marijke er zeker van dat de mensen met een handicap via het PGB meer grip op hun leven zullen krijgen. Op de manier waarop ik nu werk als persoonlijk assistent, vind ik dat ik mensen een veel grotere kwaliteit van leven kan bieden dan het werken in een instelling waar je een reeks taken hebt af te werken binnen een bepaald uurschema. Terwijl je nu echt hoger gekwalificeerd werk kan afleveren. Het is gewoon een menselijke manier van werken. Je bent geen nummer meer, je werkt van persoon tot persoon. Marijke blijft zich inzetten om het leven van mensen zoals Gia zo aangenaam mogelijk te maken. Maar ze hoopt wel dat het PGB-systeem ook bij ons zo snel mogelijk groen licht krijgt.